Max van die piste. Adrenaline is goed. Nou, dat is wel heel bijzonder. Die zit te pakken, kijk. Lekker, hè? Van de rode piste. Daar zijn ze weer. Lester, bedankt voor je mooie les. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. En wij zijn nog lekker op wintersport hier bij Landal. En volgens mij gaat vader een vuurtje aanmaken. Goedemorgen allemaal. Doe maar mooi dicht. Vlog. Ja, doe maar dicht, Sil. Heel goed. Het is namelijk... Nou, we hebben de tafel alweer gedekt. Luxie. Luxie, ik heb weer wat zin. Luxie die was aan het bezemen. Kijk, ze heeft een... Oh, gezondheid. Een bezem gevonden. Dan was je even een bezem. Nou, papa heeft vanochtend een lekker broodje met verse aardbeien. Die zijn heel erg groot. Nou, hey, maar de sneeuwpop, Luxie, kijk eens, Luan en Zilla. De sneeuwpop, die staat er nog. Hij is al wel een beetje wat aan het inzakken. Want het heeft niet gesneeuwd vannacht. De wereld is van jou en mij. Dus voel je maar. Je hoort erbij. Nederland. Ze zingt ook al mee. We hebben ons aangekleed en wel. En het is vandaag de laatste dag dat we hier, niet de laatste dag dat we hier zijn, maar de laatste dag dat we hier wat kunnen doen. Want morgenochtend vertrekken we weer. Dus vandaag is het nog de laatste keer skiën. Aan het eind van de middag hebben we weer skiles van Lester, onze favoriete skileraar hier, want de kids zijn echt gek op hem. Maar voordat we gaan skiën, gaan we eerst even lekker chillen in het zwembad. Want ze hebben hier ook een zwembad en we hebben nog niet geswommen. Maar kijk nou even hoe schattig. Luxie die... Luxie wilde heel graag haar nieuwe bikinietje aan, want ze heeft ook haar nieuwe bikinietje gekregen. Van haar verjaardag. Dezelfde bikini als Lucilla. Dus we hebben tweelingen zwemmen in bikini. Ja, dat is mama's bikini. Die heb ik al aangedaan. Maar kijk nou even waar ze hem heeft aangedaan. Luxie, waar is jouw bikini? Waar? Daar? Heb je die al zelf aangedaan? Daar. Wat goed. Wat heb je dat goed gedaan? Oh, lag die daar? Ja. Je denkt, ik pak hem alvast. En die ook? Ja. Oh. En waar moet die dan? Waar moet die aan dan? Ja, kijk, dan gaat ze zo zitten. Ja. Dat gaat een beetje lastig zo, hè? Ja. Maar moet je niet eerst even je pyjama uitdoen? Oh. Oh. En daar hebben we Lucilla. Nee. Volgens mij is Lucilla ook het omkleden, of niet? Ja, hij zit er. Oh, oké. Okay. Luxie heeft een bikinietje aan. Wat is wow. Mooi, liefie. Oh, ja. Kijk, dat ze gaat dansen. Een rondje draaien? Oh. Wow. Wat is die mooi, liefie. Gaan we op naar het zwembad? Ja. Ja, gaan we lekker plonsen. Ja. 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 Luan die heeft zijn eigen zwembroek aan. Ja. Kijk. Hier, ja. De twinning is winning. Allebei dezelfde bikini aan. Oh, zullen we een leuke foto maken? Luxie gaat voor de foto staan. Dan gaan wij bij Lucilla staan. Uit een rondje. Mooi hoor. Gaan wij bij Lucilla staan. Ja! Ja, hartstikke dat leuk. Is hem. Zijn jullie klaar om naar het zwembad te gaan? Ja! Ja! Nou, op naar het... zwembad. Kijk, we gaan naar buiten en er ligt nog sneeuw. Alleen het heeft niet meer opnieuw gesneeuwd. Dus het wordt nou een beetje modderig en drassig. Zie je dat? Ja. Wel sneeuw. Maar wel, hoe? Wel sneeuw. Ik glij je bijna uit, zo glad. Nee, maar je mag... Ja, ja. Sneeuw, hè? Ja, oeh, sneeuw, Luxie. Klein sneeuwkonijntje. Luxie is een sneeuwkonijntje. Hé? Oh, daar gaat de unicorn door de sneeuw. Daar gaat de soldaat. De soldaat ook door de sneeuw. Ja, eigenlijk is een soort soldaat. Een soldatenpakkie? Ja, dat klopt. Een legerprint zit erop. Hè. Kijk, je hebt een legerprint op je broek. Ja. Ja. Van Sinterklaas kregen toen de clipopnames gingen doen. Ja, dat klopt, schatje. Maar toen was hij echt wel zo groot. Ja, dan ben je gegroeid. Want nou past hij. Ja. Nee. Dat past dat toch? Je hebt hem een beetje opgerold. Alleen de benen, maar de mouwen... Die zitten goed. En dit, ja, dat is wel goed. Mama, hier hoor je ook wel heel veel. Oh ja, wat zijn dat voor hoefjes? IJshoefjes. Oh, ijshoefjes. Nou, unicorn, galoppeer maar lekker de heuvel op. Kijk maar, daar moeten we zijn. Kom
Oh, daar is de auto. Oh, ik moet toch in mijn kont zitten. We genieten toch even extra van de mooie witte wereld om ons heen. Het heeft niet meer opnieuw gesneeuwd, maar de sneeuw is wel een soort van nog blijven liggen. We hebben eigenlijk een soort van alles gehad. We hebben voorjaar gehad en we hebben echt winter gehad in deze week. Ja, hou Luxie maar goed vast, want volgens mij is het hier een beetje glad. Mama, ja, mama. Mama heeft helaas hier. Mama. Ik ga jou in de koets. Zo, moet ik in jouw koets? Ja, ze gaan in de koets naar boven. Waarom is hij wel zichtbaar? Wow, steile hellingen. Ik heb je, ik heb je. Kom maar. Goed zo. Goed zo, Luxie. Wapa. Ja, kijk. Kijk, daar zijn we. Zo kinderen, daar gaan we straks van die piste. Nou, ik weet niet of we van die gaan, maar we gaan straks hier nog even één keer skiën voor de laatste keer dit jaar. Zie je zo? Heb je er wel zin in om straks nog te gaan skiën? Ja. Voor de laatste keer? Ja. Jawel hè, en Luxie? Luxie op de slee? Ja. Luxie op de slee? Ja. Daar. Nou, eerst hebben we lekker plons in het zwembad, hè? Yes. Nou, we moeten hier naar beneden. Kijk, hier is het lekker warm. Oeh, mocht dat al horen? We zeggen niks, we zeggen niks. Oké, we gaan naar het zwembad. Zwembad. Hier moeten we naar beneden. Zwembad. Hebben we hier een familiekamer? Mama. Ja. Kijk. Ja, ik ook nog surfen, ja. We gaan even omkleden. 1, 2, 3. Tada. Op naar het zwembad. Zwembad. Eerst even douchen. Lekker warm? Wil ik zie ook douchen? Ja. Goed zo. Ja, oké. Okay. Oh, lekker. Lekker warm, hè? Ja. Ja, let hartstikke goed op Luxie. Maar heb je nog wel zin om straks de piste op te gaan dan?
Oh. Het is de laatste keer vandaag dat we vandaag de piste op kunnen, hè? Met Lester. Oh, dan zeg ik voor altijd ja. Zeker, want we kijken nou ook heel leuk. De zwembad is echt bij onderaan de piste. Dus als je daar kijkt, daar, zie je gewoon de piste. Dus het is wel heel erg leuk om te zwemmen. Maar Luxie, die heeft het heel erg naar de zin in het zwembad. Kijk, Luxie. Dit is mooi. Super schattig. Ja, ik hoor mama, maar ik zie haar niet. Die is ook altijd lekker. Roze, hè? Oh, dat is lekker. Doe je ook? Ja, lekker jongen. Wat ga je doen, Luxie? Wat heb je daar in je hand? Dat is die van papa. Ja. Luxie wil een snoepje ook aan papa geven, maar die is aan het spelen met de Sedda. Zie je? Kijk, daar is je papa in het zwembad. Kijk, hoor. Oh. Wat ga je doen, Lux? Wat is dat? Oh. Ze heeft een snoepje voor jullie. Oh. Een snoepje. Oh. Ja, zeker, ze komt een snoepje brengen. Dat is lief van jou. Suns, too many pretty sights have crossed my way. But you'll always be beautiful, a little boy, a little girl. When love is in the middle of it all, open eyes, a single bed, staring at the ceiling, slowly lean your head, put it on my shoulder and I close my eyes, praying for this night to never end. Seen many lovely nights with stars that shine as far as I could see. Always be beautiful to me. Zo, we hebben weer lekker gespotterd hier in het zwembad en nu gaan we weer aankleden, want straks gaan we weer skiën op de piste, de laatste keer. Drinken. Even drinken. Dan gaan we zo meteen lekker naar ons huisje. Even 2 uurtjes stil en dan gaan we skiën. Skiën, ja. Zullen jullie mee naar de piste? Ja, ik ga wat eten. Lekker banaantje. Gaan we even spelen met broer en zus. Bij Bob. Ik ga je niet eten, hè? Zo, nou, vanuit het zwembad. Gaan we nog even boodschapjes met de verse juderant. Als je die duwen? En ook gelijk de broodjes voor morgenochtend, hè? Ja, ga je die mooi duwen. Ja. Ja, moet je de familiefles, staat die daar ook? Het is klein, waar je de familie van zit. Nou, dan gaan we de boodschappen. Zijn er nog bolletjes morgen of hebben we de hond in de pad? Doe wel lekker morgen. Ja? Oké. Okay. Kijk, want we hebben de hond in de pad. Alle broodjes zijn op. Deze zijn nog wel lekker. Die zijn nog wel lekker. Ja, en waar zijn die? Ja. Nou, Luxie, kom maar. Kijk, Luxie duwt het wagentje naar de kassa. En van het warme zwembad en het winkeltje naar de auto. Even naar het huisje en dan naar de pistes. Zo, goed zo, Luxie. Luxie, ons kleine bergkonijn. Luxie. We zijn weer lekker gezellig in ons huisje. Wilt u nog iemand een lekkere chuderans? Ja. Kijk eens. Ja. Nou, we gaan weer eventjes een beetje opwarmen of bijkomen van onze zwemmen. Nou, voor mij en van iets zwemmen. Meer. Kijk eens, alsjeblieft. Iets meer. En even lekker een hapje eten, dat we zo meteen weer lekker de piste op kunnen. Goed? We hebben de auto alvast even geparkeerd bij de skiverhuur achter ons. Want ja, papa moet zijn skis en snowboard alvast inleveren. Ik heb maar niet gesnowboard. Nee, maar dat komt misschien de volgende keer wel.
weer. Maar ik leef mijn spulletjes vast in. Ja. En jij mag nog bij mama. Lekker, hè? En Luan en Lucilla nog mee. En dan ga ik bij Luxie hier spelen, een bollo speeltuintje. Ja. En dan zie ik jullie over 2 uurtjes. En dan gaan we een afscheiddiner doen met jullie skileraar in het bollo restaurantje. Goed, die gaan ze oefenen. Ja, en Lester gaat mee. Hè? Ja. Zo, mannen, dank je. Tot volgend jaar, hè? Tot volgend jaar. Ciao, ciao. Hoi. En daar is Lester. Hey, topper. Hey. Alles goed? Zeker. Nou, wij wouden heel graag mee, maar ik heb mijn skispullen helaas al in moeten leveren. Dus ja, maar... Papa weer, hè? Jullie gaan nog lekker skiën. En dan na het skiën gaan we lekker afscheiddineetje doen bij Bollo. Goed? Yes, gaan we het doen. Lester, bedankt voor je mooie les, hè? Yes. Tot volgend jaar. Tot volgende keer maar weer. Veel plezier, hè? Ja. Oefen. Ja. Je tuinhandschoenen. Ja, tuinhands. Mooi, hè? Ja. Papa de tuinman. Huh? Veel plezier, hè? Ja. Ja. Man is klessen. Doeg, ja. Man is wij gaan lekker in de bollen spelen, hè, Lixie? Ja. Dag, Lixie. Doei. Goed zo. Zijn we klaar om van de berg te gaan? Ja. Ja, hè? Dan zal ik jullie wat leuks vertellen. Ga nu de andere kant op. Gisteren gingen we daar omhoog. En nu gaan we hier achter omhoog. Oeh, we gaan van een andere. We gaan van een andere piste. Weer een andere piste. Een rode, een blauwe, een zwarte. Donkerzwart, hè? Donkerzwart. Nee, we gaan van de witte piste. De witte piste. Nee, blauw. Een blauwe piste is. Ja. Misschien doen we daarna een keertje rood. Ja, ja. Goed? Ja. Hey, hey, go! En dan kun je weer van allerlei pistes af. En wij gaan dus weer rechtdoor. Yeah.
pizzapeentje. Hou die sokken dan met je voeten aan. Verjaardagscadeau wil ik een camera met een super tele inzoomlens. Ik sta hier nu al volgens mij een kwartier te kijken. Nou, om nou precies te zien waar nou precies varen met Luan en Lucilla en Lester dan is. Is moeilijk onderschat. Wijs met je armen. Sta jij daar? Ja. Even kijken hoor. We gaan nu dus daar naartoe. Mama schiet de smaak te pakken. Goed zo, jongen. Ging heel goed. Mama hand. Ja. Is terug. Oké, we gaan het laatste stukje naar beneden. En dat is best wel heel erg stijl. Lucilla die is daar met de skileraar. En Luan die zit hier achter mij. Ja! Het is inderdaad een heel stijl stukje. Oké. Oké, gaan we? We doen het rustig aan. Je moet naar beneden. Ja. Er liggen allemaal bruine hobbels. Oh, kijk dan. Ja? Ben je met de slag? Oh. Oh. Oh, het stonden we stil op een hobbel. Schijn staan. Oké, we moeten draaien. Wow. We moeten draaien. Dit is dan wel een privépiste, maar... Oké. We hebben de groene piste te pakken. Kijk. Zie je het nou? Ja. Kijk, en hier moeten we dan naar beneden. Zo. Zie je? Dit is de piste die we naar beneden moeten. Dat is een lichtelijke uitdaging, dacht ik. Dit is Lucilla. Oh, de skileraar en Lucilla zijn al beneden. Oké, daar gaan we. Gaat hartstikke goed. Ja, dit is gewoon lekker joh. Dit gaat hartstikke goed. Hè? Ja. Gaat hartstikke goed. Zo, dan gaan we hier naar beneden. Oh. Woehoe, hou hem maar vast, joh. Hou hem maar vast, Lucilla.
een piste, jongen. Ja, dat was een echte boekelpiste. Dat was inderdaad een piste met een paar uitdagingen ertussenin. En stil? Toppers! Eindelijk gevonden! Daar staat papa! Hallo papa! Hey! Eerst op de rolband, dan komt daar de stoel aan. Lucilla die gaat weer met Lester, met de skileraar naar beneden. En Luan die gaat weer met mama naar beneden, hè, jongen? Ja. Van de rode piste. Goed zo! Ja, goed. Ja, goed.
Ging het top? Hartstikke leuk. Ja, vet man. Echt. Nou, Luxie slaapt nog steeds als een roosje in de kinderwagen. Dus ze leveren de spulletjes maar in. Dankjewel maar weer. En tot volgend jaar, hè? Tot volgend jaar. Toedeloe. Nou, en nu... Lekker, hè? Wat doen we nu? We gaan lekker eten. Bij het restaurant. Afscheid van Bollo. Ja. Nou. Ja. Gaan we de wandelend heen met de kinderwagen, want Luxie die slaapt. Zo. Nou. Door de speeltuin op naar de restaurant. Het is goed en nat. Ze willen gewoon spelen. Ja. En dat na zoveel skiën. Ja. Ze konden wel nog een paar keer hoor. Maar cool. De tijd was om. En we hebben 2 uur op de skipiste doorgebracht. Heel cool. En Luan die is gek op de pizza, hè? Ja. De mini bollo pizza. Ja. Nou, lekker jongens. Goed ons buikje vol eten. Gewoon lekker 3. Hey, morgen zijn we weer thuis, hè? Ja. Voor ons laatste bollo eten. Ja, dat is jammer. Maar goed zo, Luxie. Heb je ook al? Ja, zullen we nog een beetje dopbeetjes bij doen en worteltjes? Oh, lekkere groentjes erbij. Mama. Ja, kijk eens. Daar hele achterwiel. Hé, hey, bollo. Daar ging de keer knuffel. Mama. High five. Met een box. Oh, en een knuffel. Ja, dag Bollo. Oh, lekker. Oh, lekker. Kijk, dan komt Lucilla ook aan. Lucilla heeft ook een lekker bordje. Komt ze maar aan tafel. Oh, lekker. Nou, Lu, laatste Bollo-hapje onderaan de piste. Heb je gezien? Ja. Morgen zijn we hier niet meer, hè? Dat is wel jammer. Nou, eet smakelijk. Dank je. Vond je weer een leuke vlog? Leuk. Duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. We zien jullie morgen weer. Dan gaan we weer naar huis. Dag van Winterberg. Bedankt en tot volgend jaar. Doei. Voeg je hart, bom bom mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, bom bom mee.